Ik ben hier terecht gekomen omdat ik bij het bedrijf waar ik werk een TED-praatje heb gehouden over iets wat mij bezig hield. Kinderen houden me aardig bezig. Wij gebruiken thuis een methode die vooral op de werkvloer gebruikt wordt om dingen af te ronden. Die gebruiken we thuis om de kinderen naar bed te krijgen. Ik ben Joni Buys. Ik ben een van de oprichters van Great Communicators. Het speakersteam van TEDx Amsterdam Education maakt altijd een goede selectie. En dan komen de sprekers eigenlijk bij ons. Eerst maken we een match. Dus we kijken eigenlijk welke spreker past het best bij welke coach. Kijk eens, zit er een ID worth spreading in? Het komt vanuit een blogpost, dus dat verhaal dat bestaat al. En daar probeerde ik een presentatie van te maken. Maar dat werkt juist niet zo goed, want dan sta je heel erg houterig en probeer je heel erg aan die verhaallijn te houden. Dus Joni heeft me daar een aantal goede tips over gegeven, hoe ik dat kan verbeteren en hoe ik daar beter in kan worden. Frank en ik hadden al één sessie gehad, puur op de content, puur op de presentatie. En nu deze sessie gingen we kijken, oké, hoe gaat het nu als je het voor een groep gaat doen? Dat ging nog niet zo goed. Het zit nog niet in mijn systeem in ieder geval. Niet zoals ik het wil. Dat is even confronterend eigenlijk. Hij kwam erachter dat dat nog best wel confronterend was. En dat hij eigenlijk de tekst nog niet zo goed in zijn hoofd zat. Dus heb ik hem een soort storyboard methode aangereikt, een soort mindmap, hoe die het beter kan onthouden. Ik kijk natuurlijk ook hoe iemand één op één is. En het is iemand die heel veel contact maakt, heel geïnteresseerd is, ook in zijn gezichtsmimiek best wel veel doet. Maar dan op een podium valt dat een beetje weg. En dan denk ik, hé, waar zit dat dan in? Eigenlijk hem laten benoemen, hé, wanneer hebben we nou nu wel contact en wanneer niet? En wanneer voel je nou dat je wel vrij bent en wanneer niet? En doordat hij dat zelf ervaart, kan hij daar ook verder thuis mee aan de gang. En voelen van, hé, dit is wat ik moet hebben. Dit voelt goed. Ik heb nog zo'n 2 weken voor de TED Talk. Die ga ik gebruiken om mijn mindmap helder te krijgen. Om het verhaal nog veel sterker in mij op te nemen. Een TED Talk geef je zonder aantekeningen. Dat is voor mij even wennen. Vandaar ook dat ik die oefeningen nodig heb om er meer een mindmap van te maken. Zodat de overgang ook logisch zullen blijven. En het theatrale, daar zal ik ook mee aan de gang gaan. Want daar zit nog wel heel veel winst voor mij. En juist die grenzen van mijn comfortzone wil op gaan zoeken. Ja, aan de ene kant weet je het wel. En aan de andere kant realiseer je het je misschien niet heel erg. Dat er allemaal bij komt kijken. Theater zou mij goed doen in mijn performance.